Ik ben Henk Rijkers, van origine slavist. Daarna ben ik in de journalistiek verzeild geraakt. Ik was hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad. Nu werk ik hier als redacteur van Cultuur onder vuur. En in die kwaliteit ben ik hoofdverantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van dit rapport, schoolboekenrapport. Waarin we onderzocht hebben wat in hoeverre die schoolboeken bijdragen aan linkse indoctrinatie in het onderwijs. Ja, want zoals op de achterkant van het rapport ook staat, is het onderwijs in Nederland eigenlijk een soort tijdscapsule. Daarin gaan de linkse jaren 70 werken daar ongehinderd door. Het is een beetje een autonoom, onbeïnvloedbare moloch geworden. Leraren en onderwijzers die zijn in ontstellende mate links, stemmen ook links. En ja, dat heeft natuurlijk gevolgen voor de opvoeding van onze kinderen. Er is ook wel eens gezegd dat het eigenlijk onze onderwijssysteem eigenlijk een opleidingssysteem voor GroenLinks stemmers is. En wij vinden dat zo bedenkelijk dat we dus een rapport hebben gemaakt waarin we op twee thema's ondubbelzinnige onwaarheden die aan kinderen worden voorgehouden hebben gepresenteerd. Nou, we hebben in 2018 eerst het moskeerapport uitgebracht. Het moskeerapport dat ging over het verplichte bezoek van schoolklassen aan moskees. Dat is het gevolg van bepaalde kerndoelen die in het onderwijs zijn aangenomen. Dat moskeerapport heeft veel opzien gebaard. Niet alleen nationaal, maar zelfs internationaal. En het leidde er in de Tweede Kamer toe dat er een motie werd aangenomen dat er een regeling moest komen voor ouders die het mogelijk maakt dat zijn kinderen weghouden bij zo'n moskee-excursie als ze daar bezwaar tegen hebben. Nou, die regeling is ook min of meer toegezegd door minister Slob. Maar heel kenmerkend, een half jaar later schreef hij een brief aan de Tweede Kamer waarmee hij het eigenlijk het parlement met een kluitje in het riet stuurde. Het kon niet, het ging niet enzovoort. Dus dat is eigenlijk weer, daar is het bij gebleven. En dan zie je ook weer hoe links-autistisch het Nederlands onderwijs eigenlijk geworden is. Nou, voor ons was dat aanleiding om er dieper in te duiken. En we kregen ook veel klachten over het onderwijs van tevoren al. We hebben toen ook een meldpunt ingesteld waarin ouders konden melden incidenten van onderwijsmateriaal dat eenzijdig links is. En daar kwamen hele sterke voorbeelden uit. Die zijn overigens niet in het schoolboekenrapport opgenomen, want wij hebben ons in het rapport echt geconcentreerd op alleen schoolboeken. Omdat dat zo ondubbelzinnig is. Dat is gedrukt, dat ligt vast. Dus dat is hard bewijs. Terwijl onderwijsmaterialen, ja, die zijn vaak voor een proefwerk gemaakt of voor een, die hebben iets vluchtigers. Die zijn iets vluchtiger. Dus we hebben ons geconcentreerd echt op schoolboeken. En dan blijkt echt gewoon dat schoolboeken gewoon structureel links, een linkse bias hebben. De belangrijkste bevindingen van het rapport is dus de bevestiging van die stelling. Dat hebben we echt aangetoond. We hebben op twee thema's, dat van de islam en van het klimaat, aangetoond dat er enorm tendentieus wordt voorgelicht. Bij de islam gaat het over een hele reeks van dingen. Dat het hele gewelddadige manier waarop de islam zich verspreid heeft, dat systematisch en structureel wordt goed gepraat, wordt gespiritualiseerd, daar wordt iets anders van gemaakt. Dat gaat echt tot in het ver over de grenzen van alle belachelijkheid heen. Bijvoorbeeld de jihad. Nou, als je een moslim, elke moslim weet dat jihad is de gewapende strijd ter verspreiding van de islam. Daar is geen enkele discussie over. Dat blijkt ook gewoon bij alle klassieke islamitische bronnen zo gezien te worden. Maar zie je dat westerse schoolboeken, en ook in Nederland, zich helemaal inspannen om dat te spiritualiseren. Van ja, het is eigenlijk, gaat het erom dat iemand, dat een moslim zichzelf moet kunnen overwinnen. En dat het gaat om een soort ascese is. Dat is gewoon niet waar. En zo zijn er tal van voorbeelden. Nou, op het klimaatgebied zie je dus dat kinderen eigenlijk enorm worden geïntimideerd. Er wordt ze een enorme angst voor de toekomst aangepraat. Ja, ze hebben echt ook al kinderen zelfmoord gepleegd als gevolg van die intimidatie door het onderwijs. En dat staat allemaal in het teken van kinderen ervoor rijp te maken dat alleen links de oplossing heeft. Namelijk een grote klimaatmaatregelen die draconisch zijn, die ook een inbreuk gaan betekenen op het privébezit, op de structuur van de samenleving enzovoort. En het treffende nu is dat de grote aanjager van de klimaatpsychose, dat is de Verenigde Naties, dat een aantal hoge functionarissen daarvan onomwonden hebben toegegeven dat het eigenlijk helemaal niet om het klimaat gaat.
Ja, je denkt, dat verzin je gewoon niet, maar dat hebben ze gewoon gezegd. Het gaat erom de samenleving te veranderen. En men gebruikt dus, dat heeft men ook helemaal niet geheimzinnig over gedaan, men gebruikt gewoon het klimaat, of die zogenaamde dreiging van klimaatverandering, om de structuur van de samenleving om te buigen in linkse richting. En rijp te maken voor drastische maatregelen om dat voor elkaar te krijgen. Dat bang maken van kinderen, dat vond ik inderdaad wel schokkend. Dat is ook iets wat internationaal wordt gesignaleerd. Dat kinderen gewoon erg bang worden gemaakt. En dat het eigenlijk ook vooropgezette doelstelling is om ze bang te maken. En sowieso zich dat zo, dat linkse ideologen zich zo concentreren op het onderwijs. Op het aanpakken van kleine kinderen. Dat vind ik op zich eigenlijk al heel schokkend. Het voordeel van kinderen is natuurlijk dat ze onbeschreven bladen zijn. Dus ze hebben geen levenservaring om datgene wat hun verteld wordt af te zetten tegen een gekende werkelijkheid. Dat hangt ook mee samen dat een kind ook al van nature genegen is om wat volwassenen hem als waar voorhouden, om dat zonder meer ook aan te nemen. Dus het is echt een vorm van kindermisbruik om kinderen te indoctrineren. En ja, dat vind ik wel schokkend aan het schoolboekenrapport, dat het inderdaad laat zien dat dit feitelijk gebeurt. Nou, op de eerste plaats het verhogen van het bewustzijn dat dat zo is. Op de tweede plaats het verhogen van het bewustzijn dat het onaanvaardbaar is dat een deel van de samenleving, namelijk de onderwijssector, zich eigenlijk helemaal op afstand heeft gezet van de rest van de samenleving die al veel verder is. Ik heb net gezegd, het is trouwens niet mijn eigen uitspraak, het is een journalist die dat opgemerkt heeft. HP De Tijd heeft ook een onderzoek gedaan 10 jaar geleden naar schoolboeken. Dat het jaren 70 gevoel gewoon doorbestaat in het onderwijs. En ja, we hebben zelf ook gemerkt, ik gaf net het voorbeeld van het moskeerapport, dat men trekt zich gewoon nergens wat van aan. Men gaat gewoon door. Het is gewoon, en de ouders zijn zich daar te weinig van bewust, dat hun kinderen op school worden geïndoctrineerd. En als ouders in verzet gaan komen, daar geven we ook handreikingen voor in het schoolboekrapport, in verzet gaan komen tegen de scholen en eisen van luister eens, ik ben er helemaal niet mee eens dat een leraar staat te toeteren in de klas dat hij of tegen Donald Trump is of voor klimaatmaatregelen of tegen Thierry Baudet of Geert Wilders. Dat zijn dingen die zijn ongepermitteerd. Hè? Ik bedoel, ja, een leraar mag ook wel eens wat zeggen, maar het moet niet zo zijn dat een, of zelfs onderwijsmateriaal voorgelegd wordt waarin ja, de ene politieke richting als goed wordt voorgesteld en de andere als ongenuanceerd slecht. Dat is onaanvaardbaar. Op de eerste plaats alle donateurs van Cultuur onder Vuur. En we gaan, zo dat gebeurd is, gaan we ook een actie opzetten om het rapport heel gericht te sturen naar iedereen die in onderwijsland wat voorstelt. Zodat niemand kan zeggen dat hij het niet geweten heeft. Het gaat ook naar de Tweede Kamer natuurlijk. Het gaat ook naar minister Slob, minister van Engelshoven, ministers van Onderwijs. Naar de top van de onderwijsbonden, lerarenbonden enzovoorts. We willen gewoon dat iedereen kennis neemt van het schoolboekenrapport. Zodat het penetreert in de samenleving. En het bewustzijn van dat bepaalde zaken eigenlijk zo liggen en toch eigenlijk vanuit een algemeen democratisch oogpunt niet aanvaardbaar zijn, doordringt. Het rapport gaat officieel gepresenteerd worden op het Cultuur onder Vuur Congres op 19 oktober in Haarlem. Dan zal ik het zelf presenteren en even inleiden. En meteen daarna zal het algemeen verkrijgbaar zijn.